Ja, wat is mijn favoriet? Ik kan het niet zeggen. Ik kan het gewoon echt niet zeggen. Ik vind het allemaal leuk. Al bijna 30 jaar verzamelt Pim Bunk Disney spullen en handelt hij in stripboeken. In de stripwereld is hij bekend als de Duckman. Dit is mijn eigen collectie, hè? Dit is echt puur wat ik dus verzamel. En dit is dus ook niet voor de verkoop? Nee. Alhoewel, door ruimtegebrek verkoop je wel. Lang niet alles is te koop, maar de tienduizenden stripboeken in deze garagebox wel. En daarvoor wil Bunk graag een winkel. Bijvoorbeeld het oude postkantoor van Naaldwijk. Maar het is niet op te hoesten. Het is gewoon te duur. En ik wou dat de pandeigenaren dat eens een keer in gingen zien. Oproep dus aan verhuurders in... Moet het per se in Naaldwijk zijn trouwens? Het liefst wel natuurlijk. Ik bedoel, ja, ik woon hier en het mooiste zou zijn om toch in het centrum van het Westland zoiets te vestigen. Hoeveel vierkante meter moet het zijn? In ieder geval groter dan dit. En dan kan daar mooi een museum met de Disney merchandise bij. Pim Bunk zoekt dus ruimte voor een winkel in Naaldwijk en iemand die daarbij wil helpen. Misschien wel Disney zelf. Ik heb geen idee. Ik heb ze wat dat betreft nooit voor benaderd. Het zou maar zo kunnen, ik weet het niet, want het is eigenlijk pure reclame voor hun.